Asbest is voor de mensheid een schadelijk product. Vandaar dat er ook actie ondernomen moet worden wanneer deze grondstof zich bevindt in een woning of pand. Het onderzoek naar asbest start altijd met een asbestinventarisatie. Het is belangrijk dat deze wordt uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. Aan de hand van de inventarisatie kan het asbest verwijderd worden. Hoe dit proces in zijn werk gaat, kunnen Els en Chris Wouters ons vertellen. Asbest is een natuurlijke vezel. Die bestaat vanuit natuurlijke mineralen met allemaal hele kleine stofdeeltjes erin die je met het blote oog niet kunt zien. Asbest wordt veel toegepast in gebouwen tussen 1945 en 1980, waaraan je moet denken aan een dakbeplating of aan een schoorsteenpijp. Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid, want door die kleine stofdeeltjes in te ademen kunnen die weerhaakjes blijven hangen in je keel en in je longen, waardoor dat je ziek kunt worden en ontstekingen kunnen komen. Een asbestinventarisatie gaat in zijn werk als volgt. Er komt een inspecteur van een SC35 bedrijf bij de klant. Die heeft informatie ingewonnen van de klant of met tekeningen uit een archief van hoe oud is het gebouw en welke toepassingen kan ik eventueel aantreffen. Dan neemt hij, als hij verdachte toepassingen vindt, neemt hij monsters. Die monsters gaan naar een laboratorium. Binnen 24 uur heeft hij de uitslag van de hoeveelheid asbest in de toepassing gevonden is en brengt dit in een rapport in beeld. In een inventarisatierapport komt een tekening van het gebouw. Daar komen de toepassingen in die zijn gevonden en die bij het laboratorium asbesthoudend gebleken zijn. Aan de hand van de toepassingen wordt een SMART ingevuld. Dat is een landelijk systeem waardoor iedere asbestsaneerder het asbest op dezelfde manier moet saneren. Wanneer je een oud gebouw wilt laten verbouwen of het pand wilt laten slopen, is het verstandig om het gebouw eerst te laten checken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.